Oké, dit doe ik normaal niet. This is not what I normally do. En het is een heel stuk enger dan daar. It's much more comfortable at the drums. Maar dit ligt denk ik al echt al een hele lange tijd op mijn hart. I have this on my heart for such a long time. Sinds LA eigenlijk. Sinds LA. Sinds ik in Los Angeles was. En in het Dream Center hadden we elke ochtend hadden we een uur lang dat je met God moest besteden. Ik was daar in het Dream Center en dan hadden we elke ochtend... Oh, sorry. I'm so sorry. Every morning... Are you doing English? I can also do anything. So every morning in the Dream Center, we had an hour that we had to or could spend with God. Elke ochtend in het Dream Center in Los Angeles hadden we eerst een uur om samen met God te zijn. And so if you have that every morning, sometimes you don't know what to pray. Soms als je dat elke ochtend doet, dan denk je, ja, wat zal ik eens bidden? And so I started looking in Psalms for a psalm that I could always read or pray out loud. En ik zocht eigenlijk naar een psalm die ik te alle tijden hardop zou kunnen lezen. And that's Psalm 63. En Psalm 63. And it just talks about how you are—you just want to chase after God. You want His heart. Hoe je echt achter God aanjaagt, dat je echt zo verlangt naar zijn hart. And nou ja, oh, English. and so as a worshipper. Als een aanbiddingsleider. When you read the Bible, you look for stuff that you can use when you go on stage and you sit behind your drum kit. Dan is het een goede gewoonte dat je eerst in de Bijbel kijkt en even verdiept in een stuk vers wat je kan gebruiken als je straks voordat je achter je drum zit. And so when this conference started, I was reminded of this psalm again. En toen de conferentie begon, schoot deze psalm weer te binnen. Because I came in here last night and it was just mind blowing. En het was zo overweldigend gisteravond. And so this verse. I'll just read it to you. This is taking too long. I'm so sorry. Name your time. So I've looked upon you in the sanctuary, beholding your power and glory, because your steadfast love is better than life. My lips will praise you, so I will bless you as long as I live. In your name, I will lift up my hands. And then it goes on with, my soul will be satisfied as with fat and rich food, and my mouth will praise you with joyful lips. When I remember you upon my bed and meditate on you in the watches of the night, for you have been my help, and the shadow of your wings is where I hide and where I can... Well, it's not what it says. And in the shadow of your wings I will sing for joy, and my soul clings to you, and your right hand upholds me. God, u bent mijn God. U zoek ik vroeg in de morgen, mijn ziel dorst naar u. Mijn lichaam verlangt naar u. In een land dor en dorstig zonder water. Zo heb ik u in het heiligdom aanschouwd. Uw macht en uw heerlijkheid gezien. Uw goede tierenheid is immers beter dan het leven. En daarom zullen mijn lippen u prijzen. Zo zal ik u loven in mijn leven. In uw naam zal ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zal als met vet en overvloed verzadigd worden. Mijn mond zal roemen met vrolijk zingende lippen. Wanneer ik aan u denk op mijn bed... Over uw peins in nacht waken. Voorzeker, u bent een helper voor mij geweest. Onder de schaduw van uw vleugels zal ik vrolijk zingen. Mijn ziel glanst zich aan u vast. Kom achter u aan. Uw rechterhand ondersteunt mij. Amen. En zo... The actual thing that's on my heart. When I see you guys standing here... I see you guys standing here. Als ik jullie zo zie staan. And man, like, this church has grown in worship so much in these 2 days. En de aanbidding is zo machtig groot geworden. Man, as soon as I walked in yesterday, there was just this expectancy and this like, just wanting, the seeking of God. Die verwachting, de verwachtingsvolle harten om God te zoeken. And I think he showed up. En hij is er. Hij kwam. Oh man, it's just been so great. And so, what we're doing now, just standing here, we staan hier, and receiving from God, en we ontvangen van God. You know what worship is? Weet je wat aanbidding is? Worship is the only thing that God cannot ask of us to give. Aanbidding is het enige wat God niet van ons kan vragen dat we dat doen. Like real worship is that realization that in the moment you just when you close your eyes you're in the throne room with God. De aanbidding is dat als je je ogen sluit dat je weet dat je op dit moment in de kamer staat voor de troon van God. And that
doesn't always feel so amazing and so great because worship is not a feeling. En het is niet altijd zo overweldigend, want het gaat helemaal niet om gevoelens. Worship is a choice. Aanbidding is een keuze. And man, you guys chose the right way tonight. En er zijn zoveel keuzes gemaakt vanavond. And I just pray that every time, even on Sundays, like this is a conference and everything's great. En ik bid echt, en het is geweldig zo'n conferentie, maar ik bid eigenlijk dat elke zondag. That you remember this moment, the way you worship now. Dat de manier waarop je vandaag aanbidt, dat je je dat herinnert. You should worship like that at home, in your car, but also on Sundays. Dat je te alle tijden God zo aanbidt. Of je nou in de auto bent, of dat je thuis bent, of dat je in de kerk bent. Because you build people around you up when you worship. Want je bouwt ook de mensen in je omgeving op als jij aanbidt. Yeah, and so when I'm sitting right there in that little booth. En als ik daar zo in mijn holletje zit. It's sometimes it like... You say that like I don't feel the room. Dan is het soms ja net of ik een beetje ja van de kamer af ben als het ware. But then I close my eyes. En dan doe ik mijn ogen dicht. And I'm in the throne room with God. En dan ben ik in die kamer met God bij de troon. I'm just playing with Him. En dan ben ik daar gewoon bij Hem. Before Him, I'm playing before Him. En dan speel ik voor Hem. Voor and zijn I know troon. You guys will follow. En dan weet ik dat. And that's what we all do when we're standing here during the week. We're praying. We're taking like silent time with God. Dit doen we allemaal. We komen hier. We bidden. We nemen onze stille tijd met God. It's not just something that we do like oh we jump on stage. We're just gonna do this and then we'll leave again. Het is niet van oh nu gaan we lekker het podium op en doen ons dingetje. No, like tonight. First of all, I want to thank you for being so open to worship with those hands. Ik wil je echt danken dat jullie zo ontvankelijk en open voor de aanbidding waren ook. But tonight, close your eyes and be in the throne room with God. Maar vanavond, als je ogen sluit, weet je dan in de troonkamer van God. Because like Sebastian said, heaven is here. Want zoals Sebastian al zei, de hemel is hier. God is here. God is hier. So just worship, man. Dus laten we gewoon aanbidden.